1-2 tegen KV Mechelen. Verliezen is nooit leuk, maar deze komt dubbel zo hard aan. Hè. Ja, bij elke nederlaag die komt hard aan. Hè. Als je mee wilt doen om de prijzen, dan moet je niet drie wedstrijden verliezen. Zo is het gewoon in de start van de competitie. Dus dat is geen goed begin van ons, dat is duidelijk. En wij zullen aanstaande donderdag moeten we de zaak gewoon weer recht trekken. En, ja, toch moeten we ons vasthouden aan het voetbal. En met name, ik denk dat we niet meer hebben kunnen doen de tweede helft met 10 mensen tegen 11. Om alsnog een gelijkspel uit het vuur te slepen. Maar goed, een 2-0 achterstand is iets te veel van het goede. En we krijgen toch te makkelijk het doelpunt tegen. En dan moet je overtredingen maken, penalty. Terwijl het natuurlijk in dit geval ook enorm tegen zit. Ik denk dat Jozef Ekpala vlak voor rust ook onderuit gehaald wordt en penalty waard is. Ja, dat mag ook een rode kaart zijn, dan speel je met 10 tegen 10. Maar dat gebeurt niet. En dan is het heel moeilijk om een 2-0 achterstand recht te maken. En we hebben de tweede helft alles gedaan wat we moesten doen. Maar nogmaals, het feit blijft wel dat wij te makkelijk de doelpunten tegenkrijgen. Waardoor je toch elke keer tegen een achterstand moet knokken. En met die mensen, zoals vandaag, dat is de tweede keer dat we met die mensen moeten spelen in een korte periode. Ja, dat is te veel van het goede en dat hebben we niet kunnen bolwerken. Vooral frustrerend omdat dit KV Mechelen niet beter was dan Club Brugge. Nee, maar ja, goed, het gaat erom dat de ploeg die de minste fouten maakt, die gaat meestal met de zegen aan de haal. En wij hebben goede dingen laten zien, laat ik dat vooropstellen. Maar ook mindere momenten die we zelf wel in de hand hebben. En die kunnen we niet op een scheidsrechter afwentelen, want zo is het gewoon. Nee, maar het is wel een feit, de wil in de tweede helft die was er. Hebben we dan in de wil was er ook de eerste helft. Maar je komt weer enorm snel achter binnen 20 minuten. Dan prompt overheen ook nog de 2-0. En dat is net iets te veel geweest van het goede. En de tweede doelpunt met name, ja, dat vind ik, dat kunnen we onszelf aanrekenen. Als dat doelpunt van Jozef Ekpala in het begin van de tweede helft binnengaat, dan krijg je wel een heel andere wedstrijd. Ja, hij ging ook binnen, alleen werd afgekeurd. Hè. En natuurlijk is het zo, als je die snelle aansluitingstreffen kan maken. En Vargas maakte 2-2 en we hebben ook nog wat mogelijkheden meer gehad, hè, om de 3-2 te maken. Je weet natuurlijk als je op deze manier speelt zoals we de tweede helft deden, dat je zelf ook wat ruimte weggeeft met de snelheid die zij voorin hebben. En hebben ze daar ook van kunnen profiteren. Maar ja, goed, je moet iets. En ik denk nogmaals, we hebben er alles aan gedaan om er toch nog een goed resultaat eruit te slepen. En het is niet gelukt. 3 op 12, mag je dan spreken van een niet geslaagde competitiestart? Ja, dat is een understatement, dat is niet goed. Ook dit seizoen kan je dankzij Club TV mooie prijzen winnen. Wil je kans maken op een van de 10 gesigneerde thuisshirts van Club? Sms dan als de bliksem Puma naar 6565.